Bouwens zit in de eerste omloop, zo te zien. Zit er ook een Haas voor extra in? We gaan het zien. Slump staat er ook bij. Bab gaat het brengen. Er zit al weer grip op de baan. Komt hij alweer aan hoor. Haasma. Vooraan te vinden. 5,96. Pakt hem alweer. Peter Haasma. Gaat dus om grip in de eerste man. Hoe zit het op de baan? In gesprek gaan met die baan. Waar kan je het doen? Waar? Absoluut niet. Peter Haasma, de eerste ronde in 21.388. Vanaf de start. De eerste volledige ronde dus. Let's have a look wat het gaat brengen. Peter Haasma dus, rijder 5,96 gevolgd door. Van aan de kant, 5 af te winnen. En dan is het wieler Slump, tegen onderdeel van Bewust. En Slump is nu tweede. Hij pakt de tweede plaats. Wieger Slump pakt de tweede plaats, Brita af. Haasma aan de leiding. Dieris Bouwens gaat naar voren, stapnummer 5,34. Gewoon is er Arjen Doldiga uit Waldenswaarde. 5,35 zit er ook weer lekker bij. Gevaarlijk punt daar in de bocht. Bocht nummer 1. Basel, daar is hij. Peter Haasma dus aan de leiding. Maar die is nog niet veilig. Maar daarachter is het al dus. Wieger Slump uit Sneek. Wieger Slump dus, tweede plaats. Dat moet mogen mochten worden. Gaat Slump binnen door, dat kan niet, daar staat iets op de baan. Wel de vallen hier dus voor stand nummer 515. Zeker Klaas van der Veen en Noordbergen. Helaas jongen, zet hem aan de kant. Probleem. Volgens mij de bak. We gaan het straks horen. Nog twee rondes te gaan. En bij start finish denk ik nog één. Hoi, Wieger Slump zet hem ervoor met Peter Haasma. Wieger Slump mag de leiding. Peter in achtervolging, dat is hij niet gewend. En daar komt Dieris Bouwens binnen door. Voor de derde plaats. Wat een gewicht op de baan in de standaardklasse. Wieger Slump nu in 20.686. Wieger Slump pakt de eerste man. Voor Peter Haasma, 5,96. En de derde gaat hij doen. Is hij erbij? Het is Dieris. Dieris wordt in de voorlopig in de uitslag. 5,34. Snelste ronde in handen van Wieger Slump. Stand nummer 901. 20.580. Wieger Slump dus uitsteekt. De snelste op dit moment.